Het schooljaar 2020-2021 zal ondanks de coronapandemie toch succesvol moeten worden afgesloten. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens de openbare vergadering in het parlement. In verband met de start van het nieuwe schooljaar is er een speciale vergadering uitgeschreven, zodat de regering kon ingaan op actuele vraagstukken. De president benadrukt dat er alles op alles zal worden gedaan om elke leerling volledig toegang te geven tot onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen in het binnenland. Voorzitter, ik heb het namelijk vaker gezegd. Ons regeerbeleid zal gericht zijn op de ontwikkeling van onze natie op lange termijn. Beleid dat niet alleen gericht is op het winnen van de volgende verkiezingen, maar beleid dat gericht is op de daadwerkelijke winnaars van ons regeerbeleid, namelijk de volgende generatie. En dat zijn onze kinderen, onze opvolgers, meneer voorzitter. Het beleid van deze regering is gericht op het realiseren van welvaart en welzijn, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties en de generaties daarna. Hoe zwaar de economische crisis ook is, er moeten investeringen worden gepleegd in het onderwijs, zodat de toekomstige generatie veel beter in staat is om het land te besturen, meent het staatshoofd. Voorzitter, we stellen vast dat het onderwijs verwaarloosd is en achterloopt op de behoeften van de economie en de samenleving. De armoede in Suriname hangt nauw samen met sociale achterstand en de kwaliteit van het onderwijs. Dit komt onder andere door een mager onderwijsbeleid, een tekort aan gekwalificeerde leraren, gebrekkige infrastructuur en leer- en lesmaterialen, meneer voorzitter. Het trieste gevolg daarvan is dat er matig wordt gepresteerd op vele scholen en dat er schoolverlaters zijn. Het gebrek aan goed beleid zorgt ervoor dat over het algemeen een discrepantie is tussen wat onderwijs levert en wat de markt, de werkgevers, het bedrijfsleven en de overheid vragen. Veel werknemers vinden dat ze niet goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, terwijl werkgevers de behoefte hebben aan beter geschoold personeel. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag in de Nationale Assemblée. Zijn oproep is dat ondanks de coronapandemie het schooljaar 2020-2021 succesvol moet zijn voor elke leerling in Suriname.